Goedemiddag, welkom. Lieve kijkers bij Pingepangepongen, Kokenmetje Magnetronnen. Ik ben vandaag niet aan het koken. Ik had er geen zin in. Ik ben bij de Schnaar Charlie Tjoegelwijk op Overvecht. Ik heb noedels genomen, ik heb gudde groenten, ik heb broccoli. En ik heb kip, het zijdige stukje vlees. Kijk, een klein bordje genomen, want ik eet niet zoveel. Ik zal het u even laten zien. Dus het wordt vandaag geen pingpongen. Je mag het wel. Nou, ik zit soms wel eens te denken van, ik zou daar eigenlijk ook McDonald's eten. Ik heb al friet gisteren al gegeten. En dan zit ik weer met friet. En morgen ga ik naar Schavendeel. Daar eet ik ook frietjes en zo. Nou, ik ben blij. Ik krijg nu zo'n frietbuikje, hè? Dat kan niet, hè. Ik heb nu Corona heb ik gevraagd of ze voor mij wilde koken. En Corona heeft er eten van gemaakt. Het is ook wel lekker dat het vers groente en zo. Er zitten ook van die hete dingen bij, je verbrandt je bek. Dus ik heb alcohol genomen, Fernandes. Nou, ik ga een boel eten, want het koud natuurlijk. Maar ja, je mag niks meer aanroken. Mensen hebben al mijn vork aangeraakt, wortel aangeraakt. De kip is ook al aangeraakt. Ik hoop niet dat Carol nog erbij komt, hè? Ik hoop het niet. Ik heb nog iets gekocht bij de dingen. In de winkel en zo van, ik ga wat kopen. Dus ik had het in mijn handen gekeken, even zo, weet je wel, een pakje zo kijken. Zelfs dit erin, gezellig zo. Nou, en dan op een gegeven moment ga ik betalen. Ik leg een briefje geld op dingen en ze pakken het aan. Ik zeg tegen de, nou heb je ook gewoon al in je handen hoor. Je zegt, hoe kun je nou? Zie maar, ik heb het nou aangeraakt. We staan rennen naar de wc om de handen te wassen en zo, en het gezicht wassen. Echt waar. Ze ging echt helemaal schoonmaken. Ze wil geen corona hebben natuurlijk. Hè. Ze zeggen, ik wil schoon blijven, dus alles is zo van doen. Vond ik wel jammer, ja, natuurlijk. Ik vond echt, ik denk, ik heb het vriendje gegeven, ik heb maar één met mijn hele naam eraan gezeten, maar ja. Maar ik ging erg in paniek, ik werd helemaal rood en zo. Omdat ik gewoon geld gaf, ja, echt. Maar het is toch waar ook, hè. Maar geen hand geven. Maar als je in de winkel komt, dan... Ben je aan het kleding aanraken en zo? Ja, dat is ook. Kijk, dat flesje heb ik nu ook aangeraakt. Er zit ook coronaziekte in zo natuurlijk. Hè. Niemand pakt meer zo'n ding pas. Dus meneer Rutte. Dat moet niet helemaal. U moet handschoenen uitdekken. Handschoenen dat je elkaar dingen niet aan kan pakken. En dan kan je maar niet ziek en zo. Ja. Maar dit is uit de corona-apotheek. Nieuw gezicht weg. Trek handschoenen aan. Rok niks meer aan. Wat iemand zegt, heb je dat ook corona? Ik zeg ja, ik heb corona gebeld. Maar corona nam niet op. Vond ik wel jammer hoor. Nou, dit was even pingepangepongen vanuit Charlie Tjoe. Ik ben niet met koken begonnen, maar het is wel heel erg lekker. Ik mag niet met volle mond praten, dat weet je. Doe voorzichtig, trek uw handschoenen aan. En dan mag je alles aanraken, want dan heb je niet meer aan daar gezeten. Met koken en zo in winkelen. Nou, groetjes. Vanuit het restaurant, pingepangepongen. Hans was aan de noedels begonnen. Groetjes en doei. Waarom?
Het is echt zo. Ik heb niet even op te letten van Roma en man. Hoe kunnen mensen nou aan dingen aanraken? Moet ik dan mijn handschoenen doen? Echt. Oh, ik ben nog bezig. Nou, dus een dag. Goed, dus, dit was Pingepangepong. Ik kook hem in je maag.